Het waait langs klokkentorens en langs grachten. Langs fietsen die voor altijd staan te wachten. Langs bouwput en langs breekbaar iepenblad. Er dwarrelt een verlangen door de stad. Het struint door stille stegen, poorten, gangen. En niemand is in staat om het te vangen. Al zit het op een bankje, zomaar wat. Om daarna weg te waaien door de stad. Het zwijgt, het zucht. Het vecht, het vlucht. Het splijt, het speelt. Het strijkt. Soms glipt het door een kier opeens naar binnen. En denk je aan iets groots te gaan beginnen. Blijkt dat je het verkeerd hebt ingeschat. Verdwijnt het zonder omzien naar de stad. Het klieft, het leeft, het lieft, het wijkt, het waakt, het kreunt, het kraakt. Het weet zich ondanks alles lief gehad. Er dwarrelt een verlangen door de stad. Dank jullie wel. Ja, en dit is ook een heel ander soort lied. We waren nooit vriendinnen, wij, mijn achterkant en ik. Ik wilde er vernietigen, want zij ving elke blik. Maar waar ik ook naartoe liep, ze ging altijd met me mee. Ze klapte zich verlangend aan me vast, had geen idee hoe schreeuwerig aanwezig zij mijn jonge jaren was. Op winkelplein of treinstation of lenterig terras. Ze vond dat ik genieten moest als ik zo schichtig deed en bijna achterover viel. Genieten! Ja, me reed. Stond ik in welke rij dan ook, dan dronk ze even voor. En stopte ik, bewoog ze graag nog lekker even door. Soms moesten we getweeën door zo'n krappe draaideur heen. Dan lukte dat uiteindelijk, verdomme één voor één. Wou ik eens wat proberen, in gepassioneerde zin. En kwam het tot de lakens, dan lag zij tussen ons in. Die schepper van daarboven nou, die oogste veel succes met wat hij hier geschapen had bedoeld. En kiss my ass! Ik kreeg erin geen broek
opgevouwen met haar XXL. Ik gunde er mijn leven lang niets minder dan de heel. Totdat ik deze ochtend kritisch voor de spiegel stond en plotseling haar schoonheid inzag, warm en struis en rond. Ze had iets energieks en ook iets kwetsbaars tegelijk. Nog steeds in bloei, dus mocht u interesse hebben, kijk. Als u er geen problemen mee heeft. Oeh. Ja, doe maar mee. Na 50 jaar op de planeet ben ik nu eindelijk compleet. Omdat ik nu van wat te weet. Voortaan de lente. Zo, dat was het. Woe! Wat heerlijk! Wat een energie! Geweldig! Lekker, hè? Ja, ik kreeg helemaal zin om te dansen. Maar dat... Ja, nee, maar jij kan veel beter dansen. Dus dat zou een gênante situatie opleveren. Oh. Fijn dat jullie er zijn. En wat een heerlijk begin van het tweede uur. Nou, goed. Echt, voor de mensen die nou nog niet wisten wie jullie waren. Lucretia van der Vloot, fijn dat je er bent. En Thijs Borsten, ook fijn dat jij er bent. Dank je wel. Piano, dat je rustig kon blijven daar, terwijl er zo... geswingd werd naar. Ja, ik was niet terug van binnen. Helemaal los. Geweldig. Je speelde twee nummers. Eén nummer, een speciaal coronalied eigenlijk. Ja, coronalied. En het andere nummer uit je voorstelling. Van Twee Werelden, die we net hebben gespeeld. Ja. En die eigenlijk ook nog op de parade zal spelen eigenlijk. Ja, dat gaat ook al niet door. Ja, nee. Ja. En laten we beginnen. En ik wil het wel even nog zeggen, voordat ik het vergeet. Ze zijn geschreven door Wietke Lubis. De teksten, goed. Ja, want Wietke Lubis heeft de alle twee deze liedjes geschreven en muziek van Johan Hogeboom. Ja. En, ja. Ode is van jou, hè? Ja, Ode. En Ode is van Thijs. Kijk, nou, fantastisch. Hebben we dat ook, moet je bij mij zijn. Hebben we die afgevinkt. Hartstikke goed. Nee, dat is, nou, we hebben in ieder geval van genoten. En laten we beginnen bij dat nummer wat uit de voorstelling komt. En dan gaan we daarna even naar de coronacrisis en de situatie toe. Omdat de voorstelling, als ik het goed heb begrepen, was eigenlijk de bottomline, de vraag die je daar stelde, behandelde met het publiek, is hoe Surinaams ben je eigenlijk als je als vrouw in Nederland bent opgegroeid? En je bent naar Suriname toegegaan. Ja. En nou, misschien voor de mensen die voorstelling helaas niet hebben kunnen zien, die is al afgerond, vlak voor de coronacrisis. Wat is daar eigenlijk, is er een antwoord op te geven? Nou, ja, wie ik ben, hoe ik mij voel, dat is gewoon... Ja, ik ben gewoon, ik heb dat altijd gezegd, ik ben Lucretia van der Vloot, ik ben bruin. Ja. Ik voel me en Surinaams, omdat mijn ouders natuurlijk van Suriname afkomstig zijn. Maar ik voel me ook een Nederlander. En dat ben ik ook. Ik ben een kind van twee werelden. Ja. En dat is gewoon eigenlijk de uitkomst. Dat is gewoon eigenlijk wat het is. Ja. En dat is eigenlijk vrij, je zou denken, ja, logisch en prima. Mm-hmm. En helemaal, weet je, dat is, ja, iedereen, niemand is ook één ding, hè. Men heeft altijd meerdere dingen bij elkaar, een heel mozaïek. Ja. Maar als je zegt, toch een kind van twee werelden, dat is... Er zit een struggeltje achter natuurlijk, hè. Want als je hier bent en je wordt hier geboren en je zit voornamelijk in eerste instantie witte klas. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West. Ik ben wel echt een ontzettende leuke Amsterdam, moet ik zeggen. Maar dat is dus echt, dat je merkt gewoon wel dat je... In eerste instantie had ik het niet eens door. Ik werd wel altijd benoemd als dat lieve donkere meisje met die leuke krulletjes. En werd ook door de leraren meegenomen, of leraressen meegenomen om chocomel te drinken tussen de middag. Ja. Dat was natuurlijk wel een soort iets, maar dat je ook denkt van... Ja. Waarom namen ze jou dan mee om zo? Omdat ik er schattig uitzag. Ik ben er blij om, hoor. Maar, maar aan de andere kant... Nou, dan denk je wel van, ja, dat is misschien ook wel een beetje raar of zo. Of, maar ja, goed, ik zeg ook altijd... Ik heb het altijd gewoon in het positieve getrokken of zo, misschien. Maar dat is altijd wel dat je op een gegeven moment erachter komt van... Ja, maar hoe zien mensen mij? Daar gaat het voornamelijk om. Ik weet wel wie ik ben, maar hoe zien mensen mij? Want als ik een Surinamer ben, zeggen mensen weer van... Ja, maar je bent niet echt Surinaams, want je bent Nederlander. Dus ik zit er eigenlijk altijd tussen. Ja. Ja, en dat is af en toe... Kan ik me daar wel eens verdrietig over voelen. En ik vond het heel fijn toen Thijs mij vroeg om...
dit programma te maken was. Ik greep het met beide handen aan, want ik zit al de hele tijd in al, ja, weet je, dat je al nummers met nummers bezig bent, of dat je denkt, ik wil zo'n programma maken. En dat komt er iedere keer weer op terug. Ja. Ja, eigenlijk is het natuurlijk, want als je naar de huidige, de actualiteit, ja, kunnen we niet omheen. Zeker omdat deze voorstelling eigenlijk een soort van, ja, dan leg je die vraag eigenlijk al neer. Ja. Hoe zien mensen mij? Ja. En in plaats van dat je misschien als mens gewoon wil worden gezien. Precies, en dat is eigenlijk dat hele ding wat ik altijd heb gehad. Ik denk van ja, ik ben gewoon Lucretia, ik ben toevallig bruin. Weet je, en ik wil gewoon eigenlijk mijn kunst doen. Dat is eigenlijk maar het zou toch geen reet, om even in de lijn van het lied te zeggen, geen reet moeten uitmaken. Nee, klopt. Of je nou wit of zwart of bruin, oranje, groen, geel, roze. Het zou homo, allemaal, whatever, transgender. Het maakt niet uit. Nee. Mensen moeten gewoon gerespecteerd worden voor wat ze zijn of wie ze zijn. Ja. En heb je hoop, toch even heel kort, heb je hoop dat wij dat nog helemaal gaan meemaken? Ik vrees het niet. Nee. Ik vrees het niet. We zijn al heel lang bezig. Maar ik vind wel dat we de goede kant op gaan. En dat er steeds meer mensen ook zien en meemaken dat het ook anders kan. Ja. En ja, Amerika is op dit moment... Anders moet eigenlijk. Precies, dat is wat je zegt. En als je naar Amerika kijkt, word je helemaal gek. En hier... Half gek. Ja. Nou, je ziet wel toch een verandering, zo met die hele Zwarte Piet discussie. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, als kind, ja, dan ben je natuurlijk van niks bewust. En dat hou je best wel lang vast. Mm-hmm. En op een gegeven moment denk je, oh ja, nee, is toch niet... En je ziet dat heel veel mensen al op dat punt zijn van, oh ja, het is misschien inderdaad voor kinderen met een andere huidskleur anders als voor een wit kind. Op school bijvoorbeeld, als Zwarte Piet komt. Dus de bewustwording is natuurlijk eigenlijk, want het is niet altijd... Ja, in het middengebied. Ja. In het middengebied. Ik denk dat die extreme kanten, want dat zie je bij die discussie dus ook, dat daar, en dat zie je natuurlijk in Amerika ook, ik denk dat je die mensen niet over de streep gaat trekken. Nee, dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk gewoon racisten echt. Dus sommige... Nou ja, of mensen die in ieder geval zo zijn grootgebracht. En dat zit dan best wel diep. Heel diep. En er zullen, dus ik denk dat wel heel moeilijk is, ja. Ja, en want jij, mag jij zeggen? Ja, graag. Wordt het zo. Jij belde op dus. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Nou, ik heb vaker van dat soort programma's gemaakt. Dan ga ik zeg maar met iemand, een artiest hier naar het land van herkomst. En ik had hiervoor met Iselien Kalister een programma gemaakt. En dan ging, haar vader heeft ons het eiland laten zien en zijn levensverhaal verteld. Dus ik heb dat Kind van Twee Werelden niet verzonnen. Ik bel Lucretia op, omdat ik denk van... Ja, dat is een bijzonder artiest. En die heeft natuurlijk ook gewoon een achtergrondverhaal wat ik interessant vind. En dan vraag je van, goh, wat zullen we gaan doen? En dan kwam Suriname. Zij kwam met... zei jij ook, gaan naar Suriname? Ja. Zij dus samen gaan? Nou, we wilden, maar ik wist nog niet of er genoeg budget was. Ja, maar dat was er uiteindelijk. Nou ja, goed, je gaat natuurlijk niet zeggen, misschien gaan we, dan gaan we niet. Dus je zegt van, als het kan, dan gaan we. Ja. En dat lukte dus. En toen zijn we samen gegaan. En ja, dat is natuurlijk het allerleukste wat er is. Maar hoe mijn was vader, dat? Ja? Mijn vader woont daar. Dus dan, mijn vader ging ook alles. Hij heeft ook dingen uitgelegd. Hè, mooie video's heeft Thijs gemaakt. Ik film er altijd bij. Film. En dan dat je ook echt op het podium een gesprek met je vader kan hebben bijvoorbeeld. Of, dat is mooi. Gewoon en hij kon ook beter de vragen stellen, denk ik, dan dat ik ze stelde aan mijn vader. Want mijn vader, weet je, mijn vader en moeder, die geven mij een bepaald antwoord. Maar als hij de vraag stelde, was het eigenlijk wel weer een ander. Ik dacht van, wow. Ja? Oké, dus ik weet, dat soort dingen vertel je mij dus niet, maar dat vertel je wel aan een wildvreemde. Maar dat is dus wel... We kennen elkaar twee keer gezien. Appeltjes met de vader en moeder. Ja. Uiteindelijk is dat heel fijn, want dan hoorde ik dingen terug die ik eigenlijk nog nooit wist. En wat is dan, om ons even, voor zijn inzicht, maar toch even, wat voor dingen heb je dan gehoord? Nou, bijvoorbeeld hoe hij naar Nederland is gekomen, hoe hij is... Het zijn eigenlijk een beetje de basisdingen van, hoe is hij naar Nederland gekomen? Waarom is hij eigenlijk naar Nederland toe gegaan? Daar heeft hij antwoorden op gegeven. Zijn eigen achtergrond natuurlijk. Eigen achtergrond. Uit wat voor nest kom je en hoe werkt dat? Hij zegt op een gegeven moment, dan vertelt hij zijn heel verhaal. En zegt hij, dat is Suriname. Dus je krijgt wel een zicht op... het is, ben je er wel eens geweest? Nou, nee, nog niet. Ik wil er heel graag heen. Het is ongelooflijk. Ja. Dat zou ik ook naartoe zeggen gaan. Dat is ook niet gelukt. Wat vond jij zo ongelooflijk aan dan? De natuur. Ja? Supermooi, ja. En eigenlijk... zijn het daar ook twee werelden. Ja. Je hebt namelijk de stad en je hebt de jungle. En dat zijn echt twee uitersten. En die jungle, je vaart met een bootje de rivier op en je bent 10 kilometer weg en je zit gewoon... Zo mooi. Man, het is overweldigend. Het
Het is echt ongelooflijk. Hij heeft me al zin om vakantie te gaan, jongens. Op ja, we kunnen. Nou, dat, Luc Eetje, die had... Nou, dat zou eigenlijk zijn geweest weer, maar... Ja, want ja, laten we even naar het hier en nu gaan. Ja. De coronacrisis. Jullie zongen ook een nummer over de coronacrisis eigenlijk. En dat het overal, de stad. Ja, dat het overal tussen gluipt en komt. Ja. Hoe is deze tijd voor jullie als makers? Ik hoorde eerder vandaag een aantal mensen die zeiden van... nou, ik heb eigenlijk meer tijd om wat meer te gaan schrijven, meer te gaan werken. Ja. Nou, voor mij is het zo, ik kan af en toe... ja, ik heb sowieso een beetje een... ik wil niet zeggen super, super depressief, maar ik kan wel... hè, ik ben een gevoelige kunstenares, om je dat wel zeggen. Dat mag je gewoon dus zeggen. Maar zodra je dus dit soort dingen... en als ik dus niet werk, dan word ik daar... verdrietig van. Ik wil gewoon altijd kunnen zingen. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, dan kan je dat toch lekker onder de douche doen. Maar dat is het niet. Je merkt ook, ik merk ook wel dat als ik een mooi programma ga maken of zo, dan is het ook, er is een deadline. Ja. En dan werk je prettig. Dan heb je een doel om dat te doen. En nu denk ik, ja, waar is het doel? En dat vind ik af en toe heel erg moeilijk. Ik merkte wel dat ik 2 maanden eigenlijk de tijd heb moeten hebben om het in te laten zinken. Mm-hmm. Echt van, wat gaan we nu doen? En nog steeds, deze tijd is zo ontzettend... ja, een onveilig gevoel. Je weet gewoon niet wanneer er weer... Ik heb geen partner die... ik ben degene die al jarenlang zonder subsidie al mijn programma's zelf produceert. Dus dan heb je echt zoiets van, oké, je valt eigenlijk een beetje... ja, misschien tussen wel een schip. Hè? Hoe gaat het na afloop als de theaters weer open gaan? Of zijn er nog wel theaters? Daar maak ik me heel erg zorgen over. Daar worden de eerste dingen al aardig zichtbaar van. Snap je? En creativiteit. Mijn creativiteit wordt daardoor... beïnvloed. Ja. Maar voor jou is dat... Thijs is een hele vrolijke fluit. Nou, Thijs zegt wel, van je zegt van er worden eerst dingen al zichtbaar. Ja. Wat bedoel je daar dan precies mee? Ik kreeg van mijn boeker een mail dat de garantiesommen ongeveer gedeeld door 3 worden vanaf september. Ja. En je ziet gewoon, en dat is niet om zuur te doen, want ik begrijp het allemaal... Maar ik sprak een theaterdirecteur. Ik zeg, ja, ik ga een derde verdienen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ja niet. En ik snap het wel. Je hebt mensen die in vaste dienst zijn. Je hebt je huur van je pand en dingen. Maar ik denk voor artiesten en ook voor boekers... Maar wij hebben dat toch ook? Nee. Maar goed, ik moet ook gewoon mijn huur betalen, snap je? En in zo'n theater, die heeft mensen in vaste dienst. Maar je ziet wel vaak, en dat is eigenlijk altijd al, dat de ZZP is of de mensen die... waar de theaters voor zijn, hè, voor het publiek en voor de makers... dat het eerste wie er gewoon geraakt wordt... en is van, ja, je hoeft ook niet te komen... dan, dat zijn wij, zeg maar. Ja. En ik vind dat... Ik heb nu een initiatief... Ik doe nu bijvoorbeeld tuinconcerten vanaf volgende maand. Dus ik bedoel... En ik heb best wel wat schrijfwerk ook, dus ik rep me wel. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel opvallend. Dat dus de dingen waar de kunst voor is... dat alle dingen die het faciliteren... zeg maar, dat moet gewoon, dat wordt als eerste betaald. Ja. En waar het dan om gaat, ja, dat is gewoon van, dit is er over. En, of nu wordt ook de trend, en ik hoop dat dat ooit wel weer teruggedraaid wordt. Ja, speel maar voor de deur. Ja, er kunnen maar 50 mensen in, ja. Ja. Dus kom maar met z'n tweeën. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk, we begonnen heel vrolijk, mm-hmm. maar logischerwijs, het is de cultuur in actie marathon. En dit is daar natuurlijk bij uitstek een onderdeel van. Dat... Ik hoor daar weinig over. Ja. En ik snap ook wel, kijk, weet je wat het is? Iedereen die wil ook in dat theater spelen. Ja. Dus ik begrijp dat het zo is, maar die situatie was eigenlijk altijd al zo. Hè? Dat het meeste geld gaat gewoon naar de stenen en naar hoe dat in elkaar zit en het personeel daar. En wat er overblijft... gaat naar de programmering. Ja, dus er moet niet alleen meer geld, maar er moet er ook eigenlijk beter op worden gelet waar dat geld dan heen gaat en waar het heen druppelt en wie dan... Nou, het zou natuurlijk niet... de lasten die moeten dan toch gewoon gedeeld worden. Ik denk dat het gewoon het systeem... En vaak met zo'n crisis, er gaan gewoon dingen veranderen. Er gaan gewoon theaters omvallen, er gaan mensen niet meer hun vak kunnen uitoefenen. En misschien, je zou kunnen zeggen dat zuiverend is. Maar het is natuurlijk niet nieuw... Nee. Dat al dat geld naar die steen en dat de grootste prioriteit heeft. Dat is niet nieuw, maar het is, ik snap het, heel goed. Ja, het is goed daar moet dus iets aan veranderen. En het is goed dat we dat ook besproken hebben hier even. Hoe
kort en vluchtig ook is, maar dat het toch op tafel is gelegd. En ik neem aan dat als we de handtekening zo meteen op de muur zetten, dat dit verhaal zeg maar in de stift zit waarmee je handtekening gaat zetten. Gaan jullie samen een handtekening zetten? Of namens hoeveel mensen gaan jullie de handtekening zetten? Jongen? Jij voor 10 en ik voor 20. Ja? Dat zijn 30 mensen in totaal. Ja, 30 mensen in totaal. Die 30 mogen we op de teller erbij zetten. Okay. Fantastisch, die gaan erbij. Het plein wordt steeds voller en voller en voller. Ik dank jullie heel erg dat jullie hier waren. En dankjewel. Ik zou zeggen, helemaal top. Blijf zingen, ook zonder deadline alsjeblieft. Oh, ja. En blijf produceren, dat is heerlijk. En pak je moment om op de cultuur in actie muur in je handtekening te zetten. Dankjewel. Ja, jongens, fijne dag nog. En want... ja, nog een keer een applaus. En weet natuurlijk, mensen, lieve mensen thuis, dat je nog steeds onder de hashtag cultuur in actie kunt laten weten wat je ervan vindt. En we hebben natuurlijk een hele lijst met mensen die er wat van vinden. Bijvoorbeeld Pieter, die zegt cultuur, dubbele punt, vitamine voor de geest, keihard nodig. Nou zeker, je hoeft het. Twee keer per dag fruit, maar ook elke dag kunst en cultuur. Paul Kramer, iemand anders, die zegt kunst is voedsel voor de geest, voor de ontroering, voor de fantasie. Nou, daar kunnen we niet meer dan eens mee zijn. Zo is het. En we gaan gelukkig vandaag vrolijk verder met al dat voedsel en die vitamine.